Kurt Rogier spreekt vandaag klarentaal over zijn rol in familie in onze Showbiz Update. Daarnaast was Marco Borsato niet welkom op de reunie van Sergio Over de Grens. Behaalt Julia Bosman haar eerste succes bij K3? En als een grote The Masked Singer fan bent, heeft VTM een speciale verrassing voor jou. Kurt Rogiers kennen familiefans als Lars de Wulf. Tegenwoordig speelt zijn personage een prominente rol. De verhaallijn rond hem en zijn vader lijkt nog lang niet uitverteld. Zou hij dan moeten vrezen voor zijn ontslag? Aan TV-blad zegt hij dat hij voorlopig trouw op post blijft. Al weet je dat in hun vak vroeg of laat een einde komt aan een rol. Maar Kurt heeft het alleszins zeker nog naar zijn zin op de set van Familie. In Sergio Over de Grens op VTM ging Sergio Herman op culinaire roadtrip met enkele bekende gezichten. Eén daarvan was Marco Borsato, maar door de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag werd die aflevering niet uitgezonden. Vanavond kunnen we zien hoe Sergio voor de laatste keer al zijn reisgezellen uitnodigt voor een reunie. En ook daar is Marco Borsato niet aanwezig. Wel zien we opnieuw Axel Dazeleire, Kurt Rogiers, Ella Leijers, Reggie Pengsten, Wim Liebaar en Jeroen Meus. Enkel actrice Anna Drijver die ontbreekt nog. Julia Bosmans carrière als K3'tje begon enorm succesvol. Ze werd meteen omarmd door België en Nederland en iedereen streamde massaal hun eerste single Waterval. Hanne Martin en Julia mochten dan ook een gouden plaat in ontvangst nemen. De titelsong van het album werd 12 miljoen keer beluisterd op Spotify. Het album werd 40.000 keer verkocht. En fans van The Masked Singer krijgen een unieke kans om de finale nog meer te beleven. Op vrijdag 18 maart kan je in Kinopolis Antwerpen de finale op groot scherm gaan volgen. Je kan er zelfs gaan poseren naast de kostuums van dit seizoen. Er zullen ook heel wat gezichten van het huidige seizoen aanwezig zijn. Tickets kan je kopen via vdm.be. Dat was weer het opvallendste showbiznieuws van de dag. Morgen brengen we je weer op de hoogte van de laatste updates. Download ondertussen onze app en volg onze website om altijd het laatste showbiznieuws te weten.